Hallo motormeiden, ik ben Nadine van der Scheur en dit jaar vertegenwoordig ik Nederland tijdens de GS-trofee in Namibië. Ongeveer 2 jaar geleden heeft Nicky van der Spek een oproep geplaatst op Facebook. Omdat er in Albanië tijdens de vorige editie van de trofee geen Nederlandse dames aanwezig waren. En ja, wat haar betreft moest daar verandering in komen, waar ik het helemaal mee eens ben. En aan de hand daarvan zijn we gaan trainen met nog een aantal andere Nederlandse dames. En vervolgens heb ik de pre-qualifier gereden in Loon op Zand. Daar mocht ik door naar Wales, waar de beste Nederlandse en de beste Belgische dame door mochten. Gelukkig zitten Karen en ik bij de laatste 6. En mogen wij in september dus naar Namibië afreizen. Waar we natuurlijk super blij en trots om zijn. Wat ik aan jullie mee wil geven is, grenzen leggen is natuurlijk heel leuk en mooi en spannend. Maar wat mij betreft het belangrijkste is dat je lol hebt, ontspannen op de motor zit en vooral veel plezier maakt met elkaar. En wanneer dat het geval is, zul je zien dat grenzen verleggen ook een stuk makkelijker gaat. Dus hou dat in je achterhoofd, blijven lachen, plezier blijven maken en dan komt de rest misschien wel vanzelf.